Nergens ter wereld wordt de Matthäus-passion zo vaak uitgevoerd als in Nederland. De Matthäus-passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus. Dit jaar gaat het wederom anders. De uitvoeringen zijn op één hand te tellen en het publiek is vervangen door een stel cameramensen. Desondanks hoor je Johannes Leertouwer niet klagen. Besef dat dat nu op zo weinig plekken mogelijk is en kan, geeft ook een soort gevoel van... Het is een gouden gelegenheid om zo mooi mogelijk deze muziek vandaag vorm te geven. Maar zonder publiek is het wel even wennen. Dat is heel erg anders. Wij missen het publiek verschrikkelijk. En nu moeten wij ons, u, het publiek, voorstellen aan de andere kant van de camera of de microfoon. Maar dat kunnen we wel. Alleen dat u er niet bij bent in de zaal, dat doet ons denk ik net zoveel verdriet als u als luisteraar of liefhebber. Johannes is docent op het conservatorium en professioneel dirigent en violist. Zijn werk en passie heeft lange tijd stilgelegen. Dus om vandaag te mogen spelen is erg bijzonder. Het voelt als een ongelooflijk voorrecht om in contact met deze muziek te mogen zijn door te spelen. Ik denk dat alle mensen op het podium drijft. Voor ons muzikanten is er geen betere manier om ons verbonden te voelen met de muziek en ook met waar de muziek over gaat, dan door hem te spelen. En als dat wegvalt, door de omstandigheden onmogelijk wordt, is het net alsof je geamputeerd wordt. Maar er zit niks anders op. We houden ons aan de regels. We proberen te onderzoeken wat kan er binnen die regels wel. En zo zijn we op de mogelijkheid gekomen om dit jaar op deze manier uit te voeren. Op eerste paasdag zijn deze opnames van de Matthäus-passion in zijn geheel terug te zien en te horen bij Omroep West.